En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Vier en vijf mei, wat betekent dat voor u? Nou, 4 mei ben ik jarig, dat vond ik wel leuk. Ja, natuurlijk sta je stil bij de oorlog. Dat is denk ik het belangrijkste om te doen. Eigenlijk niet, het is echt heel veel. Dodaherdenking, dat betekent het voor mij. Ja. En 5 mei de bevrijdingsdag. En ik vind 4 mei echt iets om te gedenken en stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is en dat moeten we niet vergeten. Maar 5 mei vind ik ook belangrijk, zeker om vrijheid te vieren. Nou, bevrijding, ik denk aan de soldaat die het leven voor ons heeft gegeven. Bevrijdingsdag toch? Ja. 4 en 5 mei, ik denk dat dat een hele grote betekenis voor me heeft. Zo denkt u dat het belang van hierbij stilstaan afneemt of dat het nog steeds een actueel thema is? Het jaarthema is leven met de oorlog. Ik denk het wel nu. Ja. Ja, nu wel, ja. Nee, we moeten denken leven zonder de oorlog en daar moeten we naar streven. Ja. Ik weet het echt niet hoe ik dat thema zie. In de oorlog leefden mensen ja, zonder vrijheid. Dat is alles wat ik zie als ik aan oorlog denk. Oorlog, ja, oorlog vind ik verschrikkelijk. Dat mensen leed aangedaan wordt, dat vind ik verschrikkelijk. En dat macht daar een heel groot onderdeel aan is. Dat is voor mij de betekenis daarvan. Heb je thuis of van opa of oma wel eens verhalen gehoord over de oorlog? Nee, alleen op school af en toe. Van mijn opa wel, ja. Wat vertelde hij dan? De momenten dat hij vertelde, dat waren natuurlijk de hongersnood en dergelijke. Hij heeft zelf in het leger gezeten. Ik door mijn vader en zijn zussen en zijn broers eigenlijk toch wel een hele hoop. Die hebben een hele hoop meegemaakt. Mijn tante die is nu 94 jaar en die staat ook in een boek beschreven. Eigenlijk hoe de bombardement van Nijmegen eigenlijk. Zijn we dus een tante verloren, tenminste, ik ben een tante verloren erin. En dat was best wel heftig geweest. Gaat u ook iets bijzonders doen deze dag, behalve erbij stilstaan? Bij de 5 mei of 4 mei? Ja, of allebei? Allebei, altijd naar de doden, denk ik. En 5 mei naar bevrijdingsfeest of zo, wat er hier in de stad te doen is. Ja, dat doe ik wel. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Niet dat ik weet. Misschien had mijn vader of moeder nog een verrassing of zo dat we wat leuks gingen doen, maar niet dat ik het nog weet.